Een hele goede morgen, mensen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stelman van der Werf. Mijn man is er nou niet, maar die heet dus Roderick Stelman van der Werf. Wij zijn getrouwd op 11 december 2018. Bijna alweer een jaar. Het is vandaag 25 september. Het is nu 7:08 in de ochtend. Ja, het is lekker aan het regenen. Maar wij, jullie, ons, wensen jullie weer heel veel kijkplezier met vandaag. Ja, ik sta dus nu even in de kelder bij mijn fiets. Ja, bij mijn fiets. Ja. Ik moet deze sowieso even terugbrengen en ik moet even naar de stomerij. Want er zit in mijn trouwjurk van mijn pen, weet je wel. Of als je gaat schrijven, zo'n vlekje zit erin. En er is een naadje los, dus dan wil ik even kijken hoe duur het daar is. Zo, het ruikt hier lekker. Ruikt lekker. Ja, graag gedaan. Nou, ik ben dus nu met Caroline in Leidschagen. Ja, alleen ze mag er niet op. Nee, helaas voor jullie. Maar we gaan even weer kijken. Eventjes Caroline even het een en ander laten zien. Hier komt dus een nieuwe winkel. Nou, dat is deze ook, daar ook waarschijnlijk. Nou, die heb ik al laten zien. Hier komt dus een nieuwe. Hier komt dus een nieuwe. En dan hebben we Zibel, ja, sinds 1912. Die zit hier dus nu ook. Dit is een sieradenwinkel. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Nop. Dat is wel heel mooi. Dat is wel heel mooi. Nou, weer een update. Hier zijn ze bezig met de opening. Een hele mooie. Een soort van ronde, een soort van halve ronde opening. En dan, dit is ook heel mooi met het hout. Rituals. Heel mooi gemaakt. Wauw. Nou, hier zijn ze dus nog druk mee bezig. Kijk, je ziet ze praten. En hier H&M, ook een hele mooie. Ja, die is ook mooi. Kijk, en nou hebben ze daar alles in stijgers. Zo. Daar komen we zo meteen wel bij. Dit is dus de herenwisserij. Deze hebben we nog van me te goed. Kijk, nou, dat ziet er zo uit. Dat is leuk, de herenwc. Ga je gang, man. Ja. Wat ik jullie ook nog even wil laten zien, trouwens, dat is ook leuk. En bij de dameswc, dat doe ik dan wel eventjes. En bij de kinderen, dat is overal zo. Heb je dus hier allemaal dingetjes staan. Zeep, dat en water. Nou, als ik daaronder ga, kijk, niks meer aan te raken. Dit is zeep. En die is dan weer water. Ja. En hebben we hier dus dat. Nou, en bij de andere wc's heb je dus een andere dingetje. Dan kun je dus je handen mee droog maken. Ja. Yeah. Kijk, alles is heel netjes gedaan. Ja, en zo ben ik weer thuis. En Caroline is al weg. En daar ligt Buffy. En daar zit Speedo. En daar ligt Lady. En Draki ligt daar. Ja, ik ga even stofzuigen, want dat moet even gebeuren. En even dweilen. Maar ik neem jullie mee.
Een hele goede middag allemaal. Ja, daar ben ik weer. Ja, leuk blauw haar. Ja, maar ik wil even met jullie even ergens op terugkomen. Afgelopen 12 september 2019 heeft groep 8B van de basisschool te Essenstein, ja hoor. Basisschool Essenstein te Voorburg, ja. Die hebben dus een les gehad van mensen die dus slechtziend zijn, slechthorend, invalide, zoals hè, in een rolstoel, rollator of met een hulphond. Daar hebben ze dus hulples van gehad. En 8B die heeft dus ook van mij huiswerk gekregen. Dus ik zal die ook even een beetje voorlezen. Dus... Vorige week hadden we een les van gehandicapte mensen. We moesten in een rolstoel zitten en een parcours afleggen. Het was best lastig en wel nat, want we moesten een kopje met water op je schoot nemen. De juf heeft zelf ook in een rolstoel gezeten voor ongeveer 3 weken. Die wist er wel veel van. Maar... ik kon het niet heel goed. Vooral over de balkjes. Ja. Zeiden erover rijden. Erg moeilijk. De juf zei wel dat je het vaak tegenkomt. Inderdaad, zoals bij de winkels of bij restaurants. Je komt in principe altijd balkjes / drempels tegen. Ja, en vooral als je dus in een rolstoel zit en ze hebben geen oprijplaten. Hoe kom je dan binnen? Nou, dat heeft die man dus helemaal uitgelegd. Ik vond het een hele leuke les en weer wat anders. Groetjes Isabelle. Nou, en dit heeft dus Isabelle samen met Robin en andere de dames van groep 8B basisschool Essenstein te Voorburg opgeschreven. Dus die wou ik nog eventjes even met jullie delen. Dus bij deze heb ik dat gedaan en heb ik mijn schuld ingelost. Ja, een duimpje voor de juf Karin. Oké, het is duidelijk en dat iemand mij in deze wijk een hak wil zetten. Ik vind het helemaal niet erg, maar doe het niet in een brievenbus. En ik laat zien wat. Kijk, ik doe mijn brievenbus open en ik tref dit dus aan. En dat zit dus ook op mijn post. Wie zo laag wil wezen als dit... ik zou zeggen, hier word je niet vrolijk van. Geloof mij. Nee. En ik heb een vermoeden wie. Dus wie dit heeft gedaan. En ik weet, jullie kijken mijn vlogs. Meld je even netjes bij mij. Dankjewel.
trouwens mijn fiets pakken. Want ik ga zo naar mijn gezin toe. Ja, naar een gezin. Want ze willen een nieuwe oppas ouder hebben. Dus ik ga even op een soort van sollicitatiegesprek. Dus dat is eventjes spannend. Gelijk op de fiets, lekker door de regen. Wat moet ik nou vertellen of ik nou wel of niet vlog? Wat denken jullie? Ja, hè? Gewoon doen, hè? Gewoon doen, wezen, toch? Ja. Nou, ik hou jullie op de hoogte. Ja, een hele goede nacht allemaal. Ja. Ro is nu net naar huis, want we hebben 2 afleveringen gekeken van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, 2, maar liefst. Ik ga ook afsluiten, ja, want ik heb een goed gesprek gehad, maar daar kom ik morgen even op terug. Ja. Ja. En ja, ik ga jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog. Abonneren, reageren. Ja. Dan zien jullie mij morgen weer. Dankjewel. En tot morgen. Doei.